Boom! Daar hebben we een gekregen. Hallo kijkers van DJ Jelly, hartelijk welkom bij aflevering 6 van No Limits 2. We gaan vandaag ook weer 3 achtbanen bestrijden. En dat zijn Doppelooping, Dretchen, Drachenfire en Dwergelwind. Ik wil niet in mijn woorden. Beginnen doen we met Doppelooping. En hij is geladen. Hij staat op Doppelooping in coaster uit No Limits 1. We gaan hem doen. Doppelooping. Wow. Oké, er is geen station. Ik zie natuurlijk wel loopings. Zo, goed zijn moest het niet zijn aan de naam Doppelooping. Ik wist natuurlijk wat de loopings gingen zijn. Ik ben benieuwd hoe Doppelooping hoe die gaat gaan. Super benieuwd. Het ziet er al een compact leuk achtbaantje uit. Kart zijn ook cool. Simpel de pimpel zou ik zo maar zeggen. We gaan ook een redelijk schuine ding naar onder. Ik ben benieuwd. Doppelooping. We gaan hem nu afdalen. Die grote schuinachtige. Ja, hoe moet ik het zeggen? Van waar komt dit zeg maar bekend voor? Van de dingen uit Bobbejaanland die ervoor staan in Bloopingstar. Heeft ook een schuine mogelijk ditje Blooping na Bloopingstar. Maar het station is er niet doorgekomen. Dat is een fout die No Limits. Oh, dat is wel leuk. Je hebt door de eerste Blooping heen. Super leuk achtbaantje. Zeker niet te missen. Super leuk achtbaan. Ik vind het eigenlijk heel erg leuk, compact, kort achtbaantje. Is ook een, is inderdaad kort, maar super leuk. Ik zie geen fouten qua ondersteuning. Dus daar hebben ze goed aan goed naar gekeken. En kijk, dat die wieltjes is aardig, hè. Ze draaien gewoon op. De karretjes, er zit een speciaal remsysteem. Ik kan dit even wall view. Er zitten zeg maar die scheefrem aan de zijkant. Maar dit vond ik heel erg leuk dat je door de looping ging. Het lijkt ook echt op een kermisachtbaan, aangezien hier allemaal van die extra ondersteuning onderaan bij zit. Draait die ketting nu groot? Draait dat ding nu groot wel? Wow. Ja, hij draait wel. Moeilijk te zien, maar... Nu ligt hij uit. Het station is dus niet doorgekomen, om een of andere reden. We zien hem wel heel duidelijk de stationstukken. En we horen de achtbaan op de achtergrond razen. En dit is een heel compact. Thematisatie is helemaal niks. Maar dit is de Doppelooping. De volgende achtbaan die we gaan bestrijden is Dretchenfire. En Dretchenfire start zich op. Ik ben benieuwd naar de achtbaan. Ik heb geen voorkeur. Dretchenfire. Oké. Wat moet ik van dit verwachten dan? Ik zie hier een heel erg leuke layout van een achtbaan neerstaan. Maar redelijk hoog. Ik zie hier echt een heel erg leuke layout al neerstaan. Het station is nu wel doorgekomen. Ik zie daar wel zo'n speciale looping. Die heel vaak terug ziet achtbaan die vooruit gaan en achteruit terugkomen. Dat zoiets. Maar dit is volgens mij een hele achtbaan die aansluit en die aankomt. Hoe hoog zitten we daar? Ik heb het niet aangekomen. Dit ziet mij er al een heel erg leuk achtbaantje uit. Echt wel. Een blauwe achtbaan alweer. Net was het ook blauw met geel en wit. Witte ondersteuning is teruggekomen. We zijn boven. Ik zie het op boven zijn. En wat gaan wij nu doen? We gaan niet... Oké, we gaan heel rustig. Een heel rustige kurktrekker. Met een rare dalingen. Oké, apart. Hellinkje. Dan gaan we naar 100 dalingjes. Nu maken we dat... ik weet niet hoe het heet. Het heeft een benaming, zo'n speciale looping, kurktrekker, mengeling ding. Het heeft een speciale benaming. Als jullie het weten, laat het daarvan achter. Ik ben het vergeten. Ik weet het wel. In No Limits is er speciale... No Limits. In Rollercoaster is er ondersteuning. Oh, wat apart. Dat is een apart gooi, hoe je zo binnenkomt. Maar dat is een heel apart gevoel dat je net had. Je maakt een kleine bocht tussen de vispiratie. Kurktrekker zijn we nog in de kurktrekker. Nu doen we een kleine spiraal. Ja. Kleine spiraal. Klein heuveltje. Dit is volgens mij de eindbocht. Ja. De eindbocht. En we schieten in de remmen. Waar is het andere karretje? Daar. Ja, heel erg leuk. Achtbaan. Dit is het speciale item ding. En dit vond ik dus een heel apart stukje. Waar is het? Dat je dus zeg maar...
klein draai, een draaitje maakt tussen de twee kurktrekkers in. Dit, komt de kaartje nog? Ja, hij komt er nu aan. Je maakt dus een kurktrekker. Dan maak je een kleine bord. Het ziet er raar uit. Normaal komen twee kurktrekkers naar. Want dit is eigenlijk ook helemaal geen kurktrekker. Nee, dit is helemaal geen kurktrekker dat. En op zich is het een heerlijk leuk achtbaantje. Ook weer heel weinig thematisatie, vind ik. Maar ja, deze staat nu op nummer 1. We gaan naar de volgende en de laatste achtbaan en dat is de Wervelwind. En natuurlijk kunnen we niet eens één aflevering afsluiten zonder foutmeldingen. De Wervelwind starting up. Ben benieuwd naar de Wervelwind. Wat krijgen wij? Een spinning coaster. Is dit serieus? Ik had het al bij de naam in gedachten. Dit is gewoon de Wervelwind uit Toverland. Jawel, ik heb dat nog niet gedaan, maar ik heb de online video gezien en ik kan het onmiddellijk. Ik herken het echt onmiddellijk. Jongens, we gaan even naar Toverland voor de Wervelwind. Superleuk is dit. Echt wel superleuk. We gaan even naar Toverland. Superleuk. Dit is een spinning coaster op het eerste ding al heel fijn. Want daar gaan we. Wow, ik kan gewoon voor mee kijken. Yay! Dit is echt een heel apart gevoel natuurlijk, een spinning coaster. Wow. Schitterende ramen in één keer. Hier weer. Is dat in het echt ook zo? Ik weet het niet. Ik weet niet of de bedoeling is dat we zo slow gaan. Maar ik denk van niet. Die remmen zitten daar helemaal niet op een plek. Nee, nee, nee. Dat kan niet dat die daar zitten in het echt. Want die komen, die moeten daar echt niet zitten, jongens. Die remmen zitten daar niet goed. Kijk eens hoe slow het is allemaal nu gaat. Door die remmen. Wow jongens, we gaan gewoon door een ondersteuning betonnen voeten heen. Hier weer, kijk jongens, dit is slecht gemaakt. Daar te maken toch wel iets op kunnen doen. En kijk jongens, die remmen passen hier niet. Doet die stijle drop. En dan die remmen passen daar niet bij, want ja, kijk. Die remmen echt heel het karretje af. Komt de bocht maar heel netjes door. Heel net. Daar ook. Komt die bocht net door. Oké, die arbeid is gewoon stil. Kijk jongens, dit is ook niet goed. Dit zijn minpunten jongens. Dit zijn echt minpunten. Die maken er minpunten. Het zijn echt zware minpunten bij mij. Dat is één fout. De tweede fout. Het ging dus veel te sloom. Derde probleem vond ik hier terug. Op het einde, die ging hier dwars door de betonblok heen. Hier ook. Dat zijn echt gewoon minpunten, jongens. Dit zijn echt minpuntjes die moeten opgelost worden. Die ramen moeten daar weg. Want jullie zien, ze hebben hier deze ramen kunnen, die moeten gewoon weg, deze. Want die hebben hier die achtbaan naar de kloten geholpen. Ook de eerste ramen hebben al die achtbaan naar de kloten geholpen. Die passen niet thuis hier. Ik weet niet of ze net echt ook zitten. Jongens, wat gaat er gaan ze... Oh, volgens mij... Ja, dat wil ik nog even beeld hebben. Frontale botsing. Ik kreeg een foutmelding aan. Boom! Toen hebben we dus gecrashed. Dat komt dus door die remmen, want normaal moest deze achtbaan nu gewoon helemaal doorrijden. Maar die remmen hebben het dus voorgezorgd dat deze achtbaan is gecrashed. Dat is niet goed. Ik druk even op F5. Dat is whitelist. Ik ben 4 bedoel ik en dan zet ik even dit op en dan reset. Ze gaan dus niet meer vertrekken nu. Maar die ramen, nee, die zijn hier niet van toepassing. Dat echt een, dat klopt helemaal niet. Die ramen, nee. Oh, dit is gewoon echt op water. Wow. Hieronder is gewoon water. Ik weet niet waarom dit eigenlijk niet erbij is gebracht. Het water ziet er eigenlijk niet sluit uit. Als hij dat water maar erbij laat eigenlijk. Zit hij nu zeg maar onder de map in. Maar dat moeten we niet hebben. De Wervelwind krijgt dus een aantal minpuntjes. En daarom zeg ik niet dat de Wervelwind wil. Maar bij mij wint dit keer doppelooping. Want de Redshin Fire vond ik iets minder dan de doppelooping. En bij mij wint dus doppelooping deze keer. Volgende week in aflevering 7. Gaan wij EF Typhoon versie 1-3. Versus Eiffel Tower S3. Versus Euromir. En ik ben benieuwd wat het gaat worden. Maar ditmaal wint dus
doppeloepen met mij. Jullie mogen natuurlijk jullie eigen mening achterlaten. Ik geef streng in mijn punt op de wervelwind dat hij niet goed deed zoals het moet doen. En ja, dat, zo moet dat. Dames en heren, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van No Limits 2.